Hemig. Oh, oh. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Mac en vandaag gaan we een quiz spelen. Hou jij van quizjes? Druk dan zeker even op dat like en druk dan ook zeker even op de abonneerknop. Want dan hoor je bij de familie. En druk dan ook zeker even op de belletje die naast de abonneerknop staat, zodat elke keer als ik een video upload, krijg je namelijk een appje. Als je dit als quizzen zijn, ik denk dat de meeste mensen wel weten wat een quiz is. Een quiz bijvoorbeeld een vragenlijst met allemaal vragen. Dan moet je allemaal beantwoorden. Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, hoeveel is 1 plus 1? Is dat A 1? Is dat A? Is dat B 2? Of is dat C 400 miljoen miljard? Nou, dan moet je dat dus gaan beantwoorden. Dan krijg je dus zo op seconden en dan gaan ze daarna zeggen wat het was. Dus, en we hebben ze dus ook nog wel eens met geluiden. Ik ben het nog even aan het intoetsen. Dus ze hebben het ook nog eens met geluiden. Nou, dat heb ik dus ook hierin. Dus laten we dat dan even gaan doen. Ik ben nog even aan het poppen met Pop-It. Oké, even denken. Ja, jongens. Wij kunnen beginnen. Laten we naar... Oh, moet ik wel even eerst inloggen op mijn iPad. Ik heb net een gloednieuwe iPad. Ik ben helemaal vergeten die in te stellen. Ja, en we zijn al een half uurtje later. En ik heb mijn iPad even helemaal ingesteld. Hij deed het niet zo goed. Maar ik heb een nieuwe iPad. En hij is net ingesteld. Wat grapje, het is gewoon nog steeds mijn oude stomme iPadje. Hij is toch wel leuk, maar... Oké. Laten we doorgaan. Oké. Laten we doorgaan naar de eerste vraag. Oké, de eerste vraag is... Oké. Welke auto is sneller? En als je veel verstand hebt van auto's... Dan denk ik dat je deze vraag misschien wel weet. Als je namelijk het... YouTube kanaal Carwo kent en je kijkt vaak video's, denk ik dat je misschien wel weet wat het is. Oké. Kennen jullie Don van YouTube? Oké, misschien sommigen wel, maar misschien sommigen ook niet. Ik denk dat de meeste mensen wel Don de Jong van YouTube kennen. Die heeft toch zijn groene Lamborghini. Ik weet niet of hij nu nog groen is, want ik kijk hem niet zo vaak. Maar hij had of heeft nog steeds een groene Lamborghini. Oké. Nu weet ik dus die vraag van Carwo. Dus laten we maar meteen beginnen. Welke auto is sneller op de 1 mijl? Is dat A, de Lamborghini die Don heeft? Of is dat B, de Tesla Model S? Ja, Tesla. Of is dat A, de Lamborghini die Don heeft? De groene Lamborghini van Don de Jong. Of is dat B, de Tesla Model S? Jullie krijgen van mij 10 seconden. Die gaan nu in. Jullie hebben 10 seconden gekregen. Oké, jongens. Hebben jullie het antwoord ingedacht? Niet vals spelen. Het goede antwoord ga ik zeggen binnen 3 seconden. 3, 2, 1. Het goede antwoord was B. De Tesla Model S. Dus jullie denken, Mac, je kletst gewoon. Je zegt het alleen omdat je meer van Tesla's bent. Maar nee, jongens, dat is echt zo. Nee, niet opnieuw op timers zitten. Ja. Maar jongens, nee, dat is echt zo. Dus, ik speel echt niet vast. Ik meen het serieus. Het is wel echt. Het is echt een Model S. Ik meen het serieus. Het is echt een Model S. Oké. We gaan naar de volgende vraag.
Oké, hier moet je goed luisteren. Zet je geluid even op alle hart. Ik ga geen pranks doen. Ik ga nu ook een beetje zachtjes praten. Moet je wel even je geluid op alle hart zetten. Ik ga gewoon een beetje nog steeds normaal praten. Oké. Ik heb hier mijn poppet. Ik ga nu poppen. Goed luisteren hoeveel popjes je hoort. Als je misschien je tv aan hebt staan en je kijkt op je tv. En dan kan je niet zo goed horen. Dat maakt niet uit. Ga je nu goed luisteren. Oké, hoeveel popjes hoor je hier van mijn poppet? Nu moet je goed gaan luisteren. Oké, dan ga ik beginnen in 3, 2, 1. Oké. Hoeveel popjes hoorde jij? Is dat A, 13, B, 12 of C, 11? Krijgen 10 seconden. Als ik doe, dan heb je nog maar de helft van 10. Ik ga het goede antwoord zeggen binnen 3 seconden. 3, 2, 1. Het goede antwoord was B, 12. Je hoorde 12 popjes. Als je deze vraag goed had, vond ik het heel knap. Nee, ik wil niet dat je kijkt als ik aan poppen ben. We gaan door naar de volgende vraag. Oké, de volgende vraag komt. Hoeveel is 86 plus 39? Jullie krijgen van mij 18 seconden. En als je bij 5 seconden bent, dan krijg je meer. Oké. Het goede antwoord was. Wat was het goede antwoord, denken jullie? Het goede antwoord was 125. 86 plus 39 is 125. Dan gaan we door naar de volgende. Oké, ik heb de volgende som voor jullie uitgerekend. Daar krijgen jullie meer seconden voor. Ben jij goed in tafels? Dan gaan we. Ik denk dat je deze nog niet op school hebt gehad. Ik denk dat je wel een tafel van 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7, 8, 9 en 10 hebt gehad. En misschien ook wel 11 en 12. Maar hier zit wel een 6 in. Maar ook 13. Hier krijg je extra tijd voor. Hoeveel is 13 keer 6? 13 keer 6. Jullie 28 seconden gaan nu in. Bij de 5 seconden krijgen jullie weer een berichtje van mij. En je mag natuurlijk ook de video op pauze zetten als je meer tijd nodig hebt. Maar eigenlijk moet je dat niet doen. Maar als je meer tijd nodig hebt, mag dat. Maar dat hoort eigenlijk niet zo bij de regels. Maar laat maar, ik heb niks gezegd. Oké, ik was iets te laat met het seintje geven, alleen dat ik denk dat dat niet zo uitmaakt. Oké. De som was 13 keer 6. Het goede antwoord was 78. 13 keer 6 was 78. Gaan we nu door naar de volgende som. Of nou ja, volgende vraag. Oké. Oké, daar gaan we. Uit welke film? En ik denk dat je misschien deze film wel kent. Of misschien, als je deze film niet kent, maakt het niet zo uit. Maar dan moet je niet vals gaan spelen. Uit welke film komt deze knuffel? Komt deze film uit Monster? Komt deze film uit A,
Shrek. B. Hoe heet film weer? Komt deze beer uit Monster & Co? Is dat A. waar? Of B. niet waar? Je krijgt van mij 5 seconden. Ga nu in. Deze film, deze knuffel, kwam uit Monster & Co. Dus dit antwoord was A. Jongens, dit was een korte quiz, maar het zit er alweer op voor vandaag. Vond je dit nou een hele leuke video en wil je dat ik meer quizvideo's ga opnemen, druk dan zeker even op de like. En druk ook zeker even op de abonneerknop, want dan hoor je bij onze familie. En druk dan ook zeker even op het belletje, want dan krijg je elke keer een appje als ik een nieuwe video upload. En dan zou ik zeggen, tot de volgende video. Adios!